Max, en vandaag gaan we Quake spelen. We gaan een nieuw game starten. En we mogen kiezen. Hier kun je kiezen welke moeilijkheidsgraad je gaat doen. Je kunt hard, normal of easy kiezen. We gaan normal doen, want Mega Max is normaal. Dan gaan we naar de eerste wereld toe. Die zit hier. Kijk dan. Oké, dan gaan we nu het eerste geheimpje ontdekken. Die zit achter dit deurtje hier. Wauw, we hebben armor gevonden. Sterf! Kijk dan, ik kan schieten met een pistool. Bam, 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 bam. Kom op, gaat hij dood? Oké, hij is al dood. We moeten wel genoeg dingetjes pakken. Hieronder zitten ook nog allemaal dingen die je kunt pakken. Kijk dan. Dan gaan we met de lift omhoog. Wow. In het gebouw waar ik woon zit ook een lift. Dan gaan we weer naar beneden. Gaan we toch naar de plek met de brug. Want we moeten daar verder gaan. Ontplof dan. Ontplof dan. Op de kistje schieten. Kom op, ga dan open. Kijk dan, ze ontploffen allemaal. Kom op. Ja, die hond viel in stukjes. Ik heb nu een spijker geleerd. Kan ik spijkers mee schieten? Dat doe ik ook altijd als ik alleen thuis ben. Dan pak ik het spijkerpistool van mijn vader. En dan ga ik in een plank schieten. In het schuurtje. En één keer kwam hij erachter. En toen werd hij heel erg boos. Maar dat voel ik niet erg, want mijn Max is niet bang van zijn vader. Kom op! Ik ben ook niet bang voor mijn moeder. Maar mijn moeder kan soms wel heel erg boos doen. En als ze boos is, dan ga ik me soms wel eens verstoppen in de kast. Maar gelukkig kom ik dan later wel weer uit die kast. Kom op, ga dan schieten! Kom op! Soms dan lijkt het wel alsof het spelletje uit 2001 komt of zo. Het is gewoon hoe slecht het is. Ja, dat was level 1. Dan gaan we naar level 2. Kom op, val dan dood! Dood. Nou, het leven pakken. Het lijkt eigenlijk een beetje Fortnite. Maar het is toch anders. Fortnite kun je niet allemaal tunneltjes vinden. Dat kun je hier wel. Maar Fortnite is nog steeds beter. Fortnite is eigenlijk gewoon waar dit spel op geïnspireerd is. Alle spellen lijken op Fortnite. Fortnite was gewoon eerder. Zou ik kunnen zeggen dat Fortnite misschien eigenlijk het belangrijkste spel is? Maar misschien is Minecraft ook wel heel belangrijk. Ik weet het niet. Ik heb eigenlijk weet ik dit soort dingetjes niet. Ik schiet ze door hun hoofd. Ik schiet ze door hun hoofd. Dat heb ik hun beloofd. Wat? Ik moet die deur ergens anders openmaken. Oh, hier zit een knopje. Is dat voor die deur? Nee, dat is voor deze. Quad damage. Oh, kom op, dan zijn er geen vijanden meer om te quadden. Nou, ik heb de zilveren sleutel nodig. Ja, ik heb de shotgun.
goed, was die andere ook al een shotgun. Maar deze is beter, want het doet meer schade. Snap je dat dan niet? Nou, waar moet ik nou heen? Ik ben verdwaald. In Fortnite verdwaal je niet, want dan heb je een kaart. In dit spel heb je geen kaart. Het is eigenlijk een slechter spel. Nou, niet gooien met dingen! Daar word ik boos van. Als Mega Max boos wordt, dan gaan de koppen rollen! Kom op! Kom op! Eigenlijk is het spel heel stom. Het gaat gewoon over riddertjes in een kasteel. Nou, waar moet ik nu heen? Gaat het dood? Het is een spel voor watjes. Waar is mijn shotgun? Even kijken of ik genoeg kogels heb. Hier komt nou een mannetje uit de deur. Kijk maar, er komt straks een mannetje. Een mannetje dat er... Hij springt! Haha, hij springt net met een aap! Nou, kom op! Wat is dat stom? Dan ben ik dood gegaan bij deze. Terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Het is alleen maar op de tweede level. En ik ben dood gegaan. Haha, dat is echt stom. Oké, gaan we hierheen. Even kijken. Wow, ik heb wat spijkers gewonnen voor het spijkergeweer. Nou. Ik heb een secret gevonden. Volgens mij had ik dit de vorige keer niet gevonden. Waar moet ik nou heen? Als ze doodvallen, maken ze steeds hetzelfde geluid. Kom op, stemacteurs. Waarom hebben jullie niet meer geluiden gemaakt? Volgens mij hebben de makers gewoon zelf een geluid gemaakt. Waar moet ik nou heen? Het is echt stom. Het is wel onduidelijk waar je heen moet. Hahaha, ik heb meer armor gevonden. Dan ben ik niet meer zo bearmelijk. Ah, dat is een grapje. Kom op, moet ik nou hierheen? Ja! Pak aan! Kogels in je hoofd! Kogels in je hoofd! Kogels in je hoofd! Nou! Quad damage pakken. Die staat hier. Dat weet ik nog. Vorige keer. Vet goed onthouden. Mega Max onthoudt dat soort dingen wel. Eigenlijk vet goed in dit soort spelletjes. Waar moet ik nou heen? Oh ja, hier. Hé? Maar waar is die sleutel dan? Die was nog net lang genoeg zodat ik ze kon schieten. Nou! Deurtjes gaan open, deurtjes gaan dicht. Wat een stom spel. Nee, niet gooien met spullen. Heb je moeder je nooit geleerd dat je je spulletjes op moet ruimen? Kom op, pak aan. Oké, hier waren vorige keer dood gegaan bij die aap. Maar deze keer gaan we niet dood hoor. Kijk maar, want we hebben het spijkergeweer. Ja, ik heb hem. Ik ga door deze heen.
waar moet ik nou heen? Kom op, dat is echt vet onduidelijk. Het hele spel is gemaakt door mensen die niet weten hoe ze spellen moeten maken. Kijk nou naar Epic Games, die Fortnite heeft gemaakt. Die heeft gewoon veel meer talent. Oké, dat was level 2. Nou, dan zie ik jullie nu in de volgende aflevering van Mega Max speelt Quake.